lieve mensen, kijk eens even. In 3 afleveringen, dat kan ik op 1 hand tellen, hebben we dit kunnen bouwen. Het complete zuiden van Nederland met Maastricht, Eindhoven, alles erop en eraan. In de volgende aflevering hebben we uiteraard hier dit zuidelijke zakje van Nederland gebouwd. En moet je eens kijken. Maastricht, licht, Heerlen, daar groeien veel perlen. Al het gebied tussen Maastricht en Heerlen heb ik inmiddels ook opgevuld. Zoals jullie zien, dit dorpje wat je hier ziet, dat is Valkenburg. Als we hier eens op dit heuveltje gaan chillen, moet je eens kijken. Het Limburgse heuvellandschap, het klopt gewoon. En ik zie dat... Maastricht, overstroomd. Dit gaan we fixen na de intro. Klopt niet hoor. Ik ga eens even wat proberen. Als ik hier een waterbronnetje erbij pak en die gewoon om een laag niveautje neerzet. Hopelijk fixt dat alles. Dan is het opgelost. Ja, zeker weten. En er is ook een verlaten gebouw in Maastricht. Ciao maat. Ja jongens, ik ben echt tevreden met hoe Maastricht is uitgepakt hoor. Wat ik ook heb gedaan, hele scherpe mensen vallen misschien op. Ik heb een buslijn aangelegd. Kijk, hier gaat hij. Deze buslijn die loopt basically vanuit Maastricht naar Heerlen toe. Oké, er komt hier net een trein uit Eindhoven. Zullen we gewoon eens meerijden voor de leuk? Oké, we zitten schijnbaar onder de wielen van de trein. Dat is ja, City Skylines logic. En als het goed is, rollen wij langzaam maar zeker hier dadelijk Weert binnen. Ja... Ja jongens, station Weert. Ook al is Weert nog niet eens gebouwd, maar het station ligt er. Ja, hier en daar is het spoor misschien wat bumpy en staat er af en toe een boom. Ja, weet je, hè? En als het goed is knallen we dan met 300 km per uur remont binnen, jazeker. Wacht eens even hoor. Wat is dit? Iets gaat hier mis. Station Roermond is aan het glitchen. Niet echt de bedoeling, denk ik, hè? Zo, ga eens even op normaal niveau hangen, dank je. Kijk eens, ik heb trouwens ook hier in Roermond een buslijn neergelegd. Oh, moet je eens kijken wat ze lekker erop uitgaan dan. Ja hoor. In ieder geval, dames en heren, voor deze aflevering heb ik weer behoorlijk wat leuke dingen op de planning. We gaan Nederland weer uitbreiden. Ik heb een aantal vette dingen gedownload. Dat zie je ook aan de titel. Dat gaan we ook plaatsen. Maar wat ik eerst eigenlijk wil, is dat Weert even een feit wordt. Ik bedoel, dit is Weert op dit moment... Aardig accuraat naar hoe het in het echte leven eruit ziet. Maar nee, dit kan beter. Allereerst staat hier een incinerator die een beetje in de weg staat eigenlijk. Die incinerator die gaat gewoon in België staan. Ja, sorry Belgen, maar ik kan hem even niet gebruiken gewoon in Nederland. Lelijke roze vlekken hebben wij hier niet in het echte leven. Niet dat ze het in België wel hebben, maar Weert jongen, het is tijd. Als we op het kaartje kijken, zien we dat hier Weert ligt te chillen. Het is best wel gewoon een klein stadje, dus dit moet geen probleem zijn. Het station ligt eigenlijk ook niet helemaal op de juiste plek. Maar, fuck it. Allereerst, maak van deze weg een 2-baansweg, want Weert is niet zo belangrijk dat het een 4-baansweg nodig heeft. Sorry Weertenaren, ik bedoel, Roermond heeft het ook niet. Dan verdient Weert het ook niet. Dan wil ik hier eigenlijk wel een beetje over het spoor als het kan. Dat moet wel in een meter of 8 lukken. Maken we hier een leuk bruggetje. Oké, dit is een fijne helling voor een auto, zou ik maar zeggen. En vervolgens wordt dat gewoon een normale hoofdweg die hier langs het station afloopt. Zodat we station Weert eindelijk kunnen aansluiten. Het zou eens tijd worden. Zo, oké, het centrum van Weert ligt tegen dat station aan, weet ik. Ik bedoel, ik ben aardig vaak met de trein door Weert heen gerold. Gaan we hier onder het station door. Zo, moeten we hier wel eventjes een brug van maken. Want hoe het er nu uitziet, ben ik niet tevreden mee. Boom, een brug. Klaar is Kees. Schuiven we dit zo'n beetje op. Perfect, jongen. Oké. Zie je dit rare vormpje hier? Dat is het centrum van Weert. Ja, groter kan ik het ook niet maken. Het centrum sluiten we aan op de hoofdweg. En ook op die weg. Ja, wel met een fatsoenlijke bocht. Dank u. Als ik zo kijk, hebben we wel een beetje de grootte van Weert nu. Oh, trouwens, voordat ik hier enthousiast alles vol ga bouwen, eerst een schooltje in Weert. Ja, weet je wat alleen het probleem is met scholen? Als ik erin neerzet, beslaat het de halve stad. Wat ik kan doen, is de inwoners van Weert forceren dat ze de trein moeten nemen naar Roermond of Eindhoven om naar school te gaan. Ja, Weertenaren, het spijt me. Oké, weet je wat? Ik geef jullie 1 basisschool. Daar moeten jullie mee doen. En de rest wordt gewoon huisjes. Weert is dadelijk een feit. Boom, jongens. Weert is aan het groeien. Hey, wat fijn. Dat mag gevierd worden met een slokje water. Mensen, eventjes een kleine onderbreking. Ik ben zo bij jullie terug. Oh, sorry. Oh, onderbreking. Wil jij een weekend naar een attractiepark in Europa voor 2 personen winnen? Inclusief eten, drinken, verblijf en het budget voor daar? Dat kan. Let op. We kennen het allemaal wel. Een
pingpongbal die een parcours moet afleggen. De boomtricks zijn eigenlijk hetzelfde verhaal, maar toch net anders. Laat je creativiteit erop losvliegen en maak je eigen parcours voor het balletje. Het kan zo gek als je zelf wilt. Ja, ja. Ja, ja. Vertel ons eens even heel gauw hoe we kunnen winnen. Oké. Ga naar de website van Boomtricks in de beschrijving en upload daar jouw meest gekke Boomtricks challenge. En dan gaan ze op 4 dingen letten. Creativiteit, de lengte van de baan, originaliteit en de wow factor. Tot 15 januari kan je dat doen. Ik zou het doen. Ja, succes. Terug naar de video. Nou zie ik hier dat hier naast Weert een best wel groot bos ligt. Zo, één rechte weg die erin loopt, dan maak ik die eventjes na. Oké, als we hier nu een bos plaatsen, wordt het wel echt een heel vies bos, kan ik je vertellen. Maar hey, jongens, dat neemt niet weg dat we dat wel alvast kunnen bouwen, toch? Ik even hier dit op elkaar aansluiten, zodat het allemaal op het echte leven lijkt. Oh, Weert heeft geen stroom. Alarm. Gelukkig lopen hier stroomkabels die wij easy kunnen aansluiten. Laten we een van die meertjes die daar ligt een beetje namaken. Nou ja, dat ging makkelijker dan gedacht. Zet je er een waterbron in en klaar is Kees. Oh, het overstroomt hier ook. Hoezo overstroomt alles ineens? Oh shit. Nu houden we ook de treinen en alles tegen. Dit is niet goed, jongens. Dit is oprecht niet goed. Kijk, dan moet die hele trein wachten. 50 mensen die nu vertraging hebben. Hoe kan dit? Het blijft ook gewoon komen. En hier stroomt ook een beetje water. Oh, hier staat een waterbron. Ja, ammo, hoela joh. Weet je wat we even snel doen, jongens? Ik zet hier een wateroppomp ding neer. En als het goed is, zuigen we dan alles in één keer op, toch? Ja, precies, joh. Plaatsen we die ook eventjes daarheen, want daar zit ook water. En er vliegt gewoon een trein doorheen. Oei, oei, oei. City Skylines. Kom jongen, begin eens met zuigen langzaam. Ja, ja, ja. Goed zo. En gelukkig staat hier al een joekel van een bos die we gewoon, boom, kunnen kopiëren. Hatsflats. Nu ziet dit bos er nog behoorlijk uitgestorven uit, maar dadelijk als deze grond weer een beetje is opgeschoond, komt dat allemaal goed, joh. Tussen Weert en dat dorpje wat daar ligt ook eventjes gelijk een weg, zodat ze wel een beetje op en neer kunnen rijden. En deze weg die verandert dan in een onverharde weg, weet je wel, gewoon om een beetje het boerenland van Limburg te hercreëren. Ik bedoel, ja, Limburgers zijn natuurlijk alleen maar boeren, hè, Nederland. Dus dan maak ik het hier ook zodanig na dat het echt op een boerenlandje lijkt. Liggen hier nog dorpjes? Oh, hier ligt één dorpje, Stamprooi. Nou, Stamprooi, het zag er heel miniem uit, dus ja, klaar is Kees. Stamprooi, kijk eens aan. Oké, jongens, we gaan Weert eventjes verlaten, dat komt wel goed met Weert. We gaan eventjes over naar het onderwerp van de titel, Amsterdam Centraal. Ik zag Amsterdam Centraal voorbij vliegen in de Steam Workshop van City Skylines en ik dacht, dit moet ik per direct in mijn versie van Nederland hebben. Dus wat we doen, jongens, dan vliegen we eventjes naar Amsterdam, weet je. Het ligt nu nog echt in the middle of nowhere, hier ook nog een verlaten gebouw wat hier ligt. Dit betekent dat het allereerste gebouw van de Randstad, oftewel Amsterdam, Rotterdam, alle gezellige steden, dat het allereerste gebouw een feit gaat worden. Moet ik even kijken waar Amsterdam precies ligt. Oké, hier moet ik zijn met het centrale station. Ik weet dat dat namelijk daar aan het water ligt. Leek daar eventjes een weggetje neer, zodat ik weet waar ik moet zijn. Jazeker. Boom, wat een joekel. Oh shit, dat is veel te groot. Het hele centrum van Amsterdam staat nu vol. Oh... Oké, hij staat sowieso verkeerd om. Weet je wat ik doe hier? Dat noordelijke gedeelte van Amsterdam, dat wordt er maar gewoon het centrale station. Maar kijk eens even, dames en heren. Hier... Ja, hier hoef ik gewoon niks op te zeggen, weet je. Je ziet het met je eigen ogen. Gewoon oprecht ook zoveel detail wat hierin zit, joh. Abnormaal. Hier staat het ook, Central Station. Oh, het klopt gewoon allemaal precies hoe het in het echt zit. Kijk dit dan. Oh, we kunnen naar binnen kijken. Holy shit, het voelt gewoon oprecht alsof ik hier in Amsterdam sta. Kijk, zelfs de borden die hier hangen. De treintijden. Je kan naar beneden. Je kan naar beneden. Oh. Huh? Ja, je kan niet echt naar beneden. Oh, maar ze hebben het wel heel goed laten lijken alsof je naar beneden kan. Abnormaal hoor. Ik weet niet wie dit gemaakt heeft, maar respect. Amsterdam Centraal gaan we eventjes omdraaien. Dat is behoorlijk wat rekenwerk voor City Skylines, zoals jullie zien. Lokale tsunami in Amsterdam. Maar het water wat achter Amsterdam Centraal ligt, dat moet wel gewoon terugkomen. Ik bedoel, wat is Amsterdam Centraal nou zonder het water wat erachter ligt? Dus het Amsterdam Rijnkanaal, of hoe dit ook heet, ik verplaats het eventjes een beetje. Oké, jongens, eventjes een leuke timelapse van hoe dit water zich herstelt. Volgens mij, ik weet, staan er geen bomen in het water in Amsterdam. Natuurlijk wel heel veel fietsen wat daar onder water in de grachten liggen.
Hé, maar eigenlijk, nu ik dit station hier heb neergezet, zijn we eigenlijk wel een beetje verplicht om sneller dan gepland te beginnen aan Amsterdam. Ik bedoel, het was eigenlijk de bedoeling om langzaam maar zeker omhoog te bouwen. Maar weet je, dan duurde het nog wel even eer in Amsterdam zijn. Dan moeten we eerst nog Utrecht en Den Bosch. Maar uitzonderingen die zijn er om gemaakt te worden, toch? Ik zag op de Steam Workshop ook echt een geweldige versie van Utrecht Centraal. Iemand heeft Utrecht Centraal nagemaakt in City Skylines. Alleen, ik heb veel pogingen gedaan om dit station te kunnen downloaden, maar het lukte gewoon niet. Gelukkig zijn er nog tientallen andere opties om Utrecht Centraal in ieder geval een beetje een soort van na te maken. Hier, dit bijvoorbeeld. Dit lijkt wel een beetje op Utrecht Centraal. Komt goed. Weert, waarom wil niemand in jou bouwen? Waarom groeien er nou wel winkels, maar geen huizen? Soms is dit spel gewoon zo vaag en kan ik er gewoon geen pijl op trekken. Maar ja, de tijd zal het leren. Ik laat het maar even. Oh, ik heb per ongeluk... Oh, wat heb ik gedaan? Oh nee, ik heb gewoon een tramstation in weer... Oh nee. Wat ik in ieder geval wilde laten zien, is dat ik hier rondom Roermond ook een beetje de buslijnen heb gemaakt die er in het echt ook liggen. Zoals bijvoorbeeld hier ook de buslijn die door mijn dorp heen gaat. Kijk, er is nou zelfs één bus. Er zitten ook gewoon 9 mensen in. In the middle of nowhere. Over linnen gesproken. Moet je eens kijken wat voor een villa's hier liggen, joh. Jezus. Ik hoor een trein. Daar gaat hij. Oh, jongens. Wat een aanzichtjes, hè. Het is net gewoon alsof ik in mijn eigen versie van Madurodam... Wat gebeurt daar? Wacht eens even. Ja, een beetje bumpy ride. Beginnen mensen te bouwen in Weert. Ik zei het toch, het heeft gewoon tijd nodig. Ja, weet je, ik snap het wel. Dat niemand in Weert wil wonen. Ik bedoel, ik zie ook wel geteld 5 tankstations. Baba. Venlo. Jij ligt er ook nog niet. Oké, dan. Hoe kan het nou dat ineens heel Zuid-Limburg geen stroom meer heeft? Moet ik nou alles in de gaten houden hier? Waar is het misgegaan? Vertel hem eens. Ah, hier natuurlijk toen ik dat tramstation bouwde. Oeps. Niet zo snel de pleuris uit laten breken. Kom op, hè. Geleen en Sittard. Weet je wat in Geleen ligt? De DSM. Altijd als je er over de A2 hier voorbij rijdt, denk je van... Maat, wat is het hier in Zuid-Limburg? Een vieze rotzooi. Wat mij wel leuk lijkt is dat we van dit hele gebied hier een industriegebied maken. Het heeft ook wel een beetje de industriegebied vibe, zo tussen spoor en snelweg in. Nu is er wel één probleem, er staat een heuvel in dit gebied. Ja, probleem kan ik het niet noemen, want ik heb het probleem namelijk net zo snel weggehaald als dat ik het opgenoemd had. Kijk eens, dit kan natuurlijk ook niet, zo. Haal ik ook eventjes alle bomen weg, want sinds wanneer mag een industriegebied ook een beetje natuur erin hebben? Dat klopt natuurlijk niet, hè? Jullie weten natuurlijk hoe het gaat met industriegebieden in City Skylines. Verkeer is daar een hel. Nu ligt hier een snelwegafrit. Dus op zich kan dan vanaf hier ook wel een weg het gebied inlopen. Die hele brug kan trouwens wel een tandje omlaag, hè. Maak ik van dit kruispunt ook even direct de rotonde, want anders wordt het weer een chaos. Weet je, je kan beter de chaos voor zijn als het achteraf moeten fixen. Oké, jongens, de DSM. Volgens mij, ik weet niet precies wat ze bij de DSM doen. Volgens mij iets met plastic of... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Dus wat ik hier gewoon ga doen, is er gewoon normale industrie van maken. Maar dan maak ik wel hier voor de zekerheid nog een extra af- en opritje op die snelweg. Boom en boom. Prachtig, prachtig. Looking heel goed. Nederlands also very good. Ik had zo nog een weggetje. Ja, jongens, het begint ergens op te lijken. Maar ja, wanneer begint het niet ergens op te lijken? Ik ben gewoon pro. Industriegebieden zijn eigenlijk gewoon altijd recht toe, recht aan wegen. Dus dat doen we hier dan ook maar gewoon. Hier kan ook nog een weggetje. Hatseflats. Oké, en vooruit dan maar, hè. Dit zijn de enige bomen die in dit gebied komen. Kijk eens. Oké, jongens, daar komt hij dan. De eerste industrie. We hebben zo... Oh, nu weet ik hoezo er geen huizen kwamen. Kijk eens hoeveel vraag er is naar huizen. Er is gewoon keiveel vraag naar industrie. Dus ja, weet je, dat komt goed uit. Plak het gewoon hier helemaal vol. Boom, 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 boom. Ik weet niet wat ik doe. Bam. Kijk eens aan. Hier kan nog wel één industrietje. Nou ben ik heel benieuwd hoe deze industrie eruit gaat zien. Ik hoop een beetje zoals het in het echte leven er ook uitziet. Nou ja, er is wel zoveel vraag naar industrie, maar bouwen wilde het nog niet echt. Oh, toch wel. Ja, daar komt het. Oh shit boys, de DSM is in aantocht. Oh, het lijkt oprecht een beetje hoe het er in het echt uitziet. Zullen we eens vanaf de snelweg kijken? Ja hoor, lekker vies, daar hou ik van. Oh, de DSM heeft geen stroom. Weet je wat ik doe? Ik maak hiervan gewoon een normale weg, zodat ik hier ook nog wat industrie kan plaatsen. Zo. Lekker jongens, ziet er goed uit. Hebben we niet nog een vieze kolencentrale of zo die hierin kan? Wat is dit? Een olie powerplant. Ja, die heeft natuurlijk gewoon olie nodig. Wat is dit?
Ook een oliepaal. Jezus, wat een joekel. We hebben ook een koeltoren. Ja, oh jezus. Als we deze koeltoren neerzetten, hebben we echt half Nederland. Moet je eens kijken hier, het verschil met deze koeltorens. Ja, dat is niet echt de bedoeling, jongens. Iemand heeft hier niet echt heel goed met de schaal gewerkt. Op zich denk ik ook wel leuk, als hier een paar windmolens staan zo. Kijk eens. Oprecht, jongens, even serieus. Ik kan er echt uren naar blijven kijken hoe Zuid-Limburg is uitgepakt. Ik vind het echt geweldig met al die kruispuntjes en autootjes die er doorheen vloeien en treinen. Ja, het is gewoon kaasje. Dat interesseert mij gewoon. Sittard. En er liggen letterlijk al 3 weken klaar, dus waarom zouden we het niet gewoon bouwen, jongens? Ik bedoel, ja, het lag al zo goed klaar, dan bouwen we het ook maar gewoon direct. Nu ben ik zelf volgens mij nooit echt in Sittard... Ja, toch wel. Ik ben toch wel eens in Sittard geweest. Ik denk dat we het ongeveer net zo groot maken als... Oh, wacht. Sittard heeft eigenlijk ook een station nodig. Er ligt hier natuurlijk wel al gewoon een spoor. Ja, weet je, dat moeten we dan ook niet skippen. Het ligt ook dicht bij de industrie, dus mensen die hier dan werken... Kijk, er is hier al een werkersprobleem. Die kunnen dan hier bij station Sittard ook afstappen, maar... Ja, oké, laten we het misschien bouwen. Dan laat ik het wel zien. Dan haal ik dit spoor even weg. Het Rural Station is hier natuurlijk weer gewoon ideaal voor. Er liggen een paar dingen alleen even in de weg hier. Hier, het Rural Station, die is daar ideaal voor. Iets gaat hier niet helemaal goed. Zo, oké, jongens, station Sittard is een feit. Wat ik net wilde zeggen, jongens, is dat we een loopbrug tussen station Sittard en de industrie kunnen maken. Zodat mensen ook gewoon lekker vanaf andere steden naar het industriegebied toe kunnen komen om er te werken. En dan zou dit probleem, als het goed is, opgelost moeten zijn. Nou vind ik alleen dat deze loopbrug er niet uitziet. Dus zo'n soort ronde die steeds hoger gaat. Juist, zo. Ja, jongens, dit gaat er wel vet uitzien. Nou wil ik wel een pilaar hier als het kan, dank je. Nu kunnen we over de snelweg heen. Hier naar het grondniveau. En dan is het al aangesloten. Boom. Kunnen er auto's doorheen? Oh, easy. Perfect, jongens. Ik denk dat hier de mensen die hier in de industrie werken wel aardig blij mee zijn. Trouwens, doet de spoorlijn het überhaupt nog? Oh, wacht. We hebben hier natuurlijk 2 treinlijnen doorheen lopen. Eentje die gaat van Heerlen naar het noorden en eentje van Maastricht naar het noorden. Dus dan moeten we even zorgen dat alle 2 die treinlijnen ook hier een stop hebben. Maar dat is eventjes een beetje moeilijk foddelen. Oh, het is gelukt. Boom. Kijk eens aan. Ja, daar waren ze wel blij mee, hè? Dat dacht ik. Kijk eens wat ze gelijk ook allemaal aan het upgraden zijn. Ja, daar waren ze blij mee. Mooi. Trouwens, wat ik ook eventjes moet doen is eventjes... 1 brandweerkazerne hier, zodat als er iets in de fik vliegt met al die olie en weet ik veel wat in de industrie, dan is dat snel geregeld. Mooi. Oké, jongens, dan leg ik eventjes de wegen voor Sittard aan. Wacht, hier moet als het goed is wel iets... Ja, ik wilde zeggen, die moet er als het goed is wel doorheen passen. Viel aardig tegen hier. Jongens, ik bouw eventjes de wegen voor Sittard. Ik ben even be right back. Kijk eens eventjes hoe druk het hier al is bij station Sittard. Allemaal mensen die waarschijnlijk in de industrie werken. Ja, moet je eens kijken, ze gebruiken de brug. Ja, jongens, dat vind ik gewoon mooi. Om te zien dat iets werkt, hoe jij het wilt. Ondertussen is Sittard trouwens ook klaar, dus kunnen we die shit ook eventjes gaan invullen. Zo, dit wordt het centrum. En de rest gewoon osso's. Even sfeerbeeld hoe Sittard groeit. Oh, joi, joi. Mensen, ik kan hier uren naar blijven kijken, oprecht gewoon. Dit is gewoon kaasje to the max. Oh, Sittard heeft geen water. Dat had ik best wel even eerder mogen zien. Dank je. Ik vind dat Sittard ook wel een high school verdient. Past hij hier zo'n beetje tegen de snelweg aan? Nee. Hier past hij perfect. Oh, die past perfect. Hé, hey, dan kunnen we Zuid-Limburg gewoon denk ik wel gewoon officieel afnoemen. Dat mag gevierd worden met een slokje water. Ja, mensen. Zeer tevreden met hoe dit gebied is uitgepakt. Abnormaal hoor. Ik kan niet wachten om te zien hoe bijvoorbeeld dadelijk de Randstad eruit gaat zien. Met al die steden en treinen en dorpen. Oh shit. Ik kan echt niet wachten. Oh, natuurlijk ook niet te vergeten havens hier in Rotterdam. En Amsterdam. Lijp hoor. Hoe gaat het hier? Alles rustig. Mooi. We gaan in een Weert. Weert is, Weert is levendig. Oh, we zijn eventjes in Eindhoven aangekomen. Want hier moet ik ook nog eventjes iets doen. Ligt hier een dorpje. Ja, hier zie ik 1 minuscuul dorpje. Nou ja, die skippen we, sorry. Sorry als 1 van jullie daar woont. Wat ik hier eigenlijk zie is grotendeels bos en daartussenin eigenlijk weiland. Dus dat kunnen we op zich wel gewoon een beetje namaken zo. Leg ik hier een paar zandweggetjes neer, want die heb je natuurlijk in dit soort gebieden veel. Die zandweg die gaat helemaal... Oh shit, niet tot daar. Even snel die stromen aansluiten voordat heel Nederland gek wordt. En wat ik altijd doe bij zo'n boerenland is eerst gewoon een beetje de ruwe lijnen trekken. Soms is het ook gewoon met paadjes, zeg maar. Dat kunnen dan ook onverharde wegen zijn. Weet je wel, dat zie je wel altijd gewoon tussen akkers van weilanden in. Eerlijk, dat begint al ergens op te lijken zo. Hier kan ook nog wel een weggetje. Die loopt gewoon rechtdoor.
En die kant op. Mooi. Let op jongens. Trucje nummer 2. Jullie hebben het misschien al lang gezien. Langs die onverharde wegen leg ik vaak gewoon bomen neer. Zo in een lijn. Dat zie je ook gewoon vaak in het echt. Om deze weg doe ik het gewoon helemaal erlangs. En dan verwijder ik soms een paar boompjes. Gewoon om het lekker realistisch te laten lijken. Uiteraard pak ik soms langs weggetjes ook gewoon wat andere bomen. Kijk eens aan voor de verandering. Soms doe ik het ook gewoon als er niet eens een weg ligt. Gewoon een lekker lijntje met bomen trekken. Hier kan er ook nog wel eentje. Weet je wel, dit zijn dan twee weilanden. Hier langs stroomkabels af zie je ook vaak dat ze bomen neerleggen. Dus zie zo. En dan heb je boom ineens een paar akkers. Kijk eens hoeveel dat al gewoon toevoegt aan het hele gebied. En dan kopieer ik ook nog eventjes fijn een bosje. Want tussen sommige weggetjes komt dan gewoon een leuk bos. Kijk, hier kan bijvoorbeeld ook wel een bos, vind ik. Hier, boom. Hey jongens, ik weet niet wat jullie, maar dat ziet er al best wel realistisch uit. En wat je dan nog ook kan doen, is gewoon hier en daar een boerderijtje zo. Zodat er ook nog eens een beetje leven hier in de tent komt. Bam, kijk eens aan. Moet je natuurlijk dan niet vergeten om dat gebied dan ook eventjes een boerenindustrie naampje te geven. Zo. Hoe gaan we het noemen? Het heet nou Birch Hills. Hoe heet dat dorpje wat hier in het echt ligt? Even gluren hoor. Winterle. Zo, kijk eens aan. Ik zie trouwens ook net op Google Maps dat hier in dit gebied normaal Eindhoven Airport ligt. Hier zo. Maar ik wil niet alle airports in Nederland gaan nabouwen. Dan zouden we bijvoorbeeld ook hier Maastricht-Aken Airport moeten bouwen. Maar daar hebben we niet eens plaats voor. Maar ik ga denk ik wel bijvoorbeeld gewoon Schiphol bouwen. En Rotterdam Airport. En wat hebben we nog meer? Lelystad Airport. En hier in Friesland doe ik er waarschijnlijk ook nog wel eentje. Want ja, ik zal het voor de gekke Jen wel eens laten zien. Een vliegveld in City Skylines. Ja, dat zou wel even half Zuid-Limburg innemen, snap je? Niet zo handig gewoon. Lieve mensen, ik hoop dat jullie enorm genoten hebben van deze aflevering van City Skylines. In de volgende aflevering, wat gaan we dan bouwen? Laat het maar weten. Ik bedoel, we zijn nou in de buurt van Tilburg en Den Bosch en Nijmegen ook. En ik weet dat in Tilburg de Efteling ligt. Dus misschien, wie weet, de volgende aflevering Efteling. En als je sowieso nog iets weet van, yo Ties, dit ligt daar en daar en dat heb je niet gebouwd. Laat het dan ook zeker weten. Ik bedoel, ik wil het gewoon zo lekker realistisch mogelijk maken. En jullie mogen daar uiteraard aan meehelpen. Ik bedoel, ik bouw het, maar jullie mogen best wel gewoon meedenken hoor. Ik bijt niet. Jongens, klik nog eventjes op dat like knopje voor mij. En ook eventjes op dat abonneer knopje. Dan blijf je op de hoogte als er een nieuwe aflevering komt. En